casual spot is too long. Make it happen.
Wordt er niet meer gekust of zo? Het is zwaar, ik was al vergeten, maar dan zijn we gekoppeld natuurlijk. Dat was misschien wel raar nu. Nee? Die staat daar op de parking. Op de parking? Ja, en die was aan het praten met... slecht weer vandaag. Van vorig weekend, hè, die staat er nog. Zomaar in de kou. Ja, ik ken hem. Ja, is toch. Amika gaat zoeken. Oké, dag Sparkles! Zeg, ik ga me laten vertellen dat jullie echt alle liedjes kunnen lezen. Proberen. Dit is zijn instrument. Ik ben niet
Dat is belachelijk, ik doe dat niet. We'll be right back.
Je kunt een liedje heel eenvoudig zingen. Alleen met je stem en vette lief. Je kunt er ook iets anders bij verzinnen. Zo verbruik je dat het een was is. Een drummer was er ook al tegen. Toch die was ik niet meer zo alleen. Het liedje is nog maar net begonnen. Overstaan dat een orkest er al nog mee.
onze tijd. Het tegen de wereld over een elf en een vampier. Is het echt of fantasie? En zie jij wat ik niet zie? Wie zijn toch die onderlinge vier? Maar ik voel aan de vlucht die daar. Thank you.
17.000 man. Goed, ja, ik moet jullie enkele vragen stellen. Er kwamen heel veel vragen binnen toen we wisten dat jullie gingen komen. Dus ik ga er gewoon even een paar stellen. En Iris, de vraag kwam van heel veel fans. Was jij echt zo bang van Victor? Oh, ik heb hem afgegeeld. Nee, ja, echt vooral op 10 was hij heel eng. Maar in het echt, Walter is heel erg lief en jullie allemaal de goed. Je ziet het, hè, 17.000, maar ik, hebben jullie allemaal die oortjes in? Ja? Dus ik heb het gezet. Laat jullie horen.
Jacob. Daarmee zijn we naar het einde gekomen van deze dag. Maar, echt, ik heb gezien dat jullie aan beiden aanwezig zijn. Misschien toch wel een kleine dankjewel aan deze man en aan de Hans Bolon die daar zit. Gert Wils, Hans Bolon, dankjewel! We gaan nog een liedje doen. Ja. Zijn jullie klaar? Let's go!